Dit is de derde week dat wij in Borgerzol zijn. Dit keer bij de Paardenwaske. Zeg goed niet? Paardenwaske. En deze jongen om ons toe hebben contact met ons gezocht. Omdat zij hun eigen verhaal willen vertellen over het geweld over auto's en Borgerzol. En de omgeving van Borgerzol. Naast me zit Robin. En Robin, jij was degene die contact met me zocht. En jij wou jouw verhaal vertellen. En het is nou je kans. Ja, wij wouden ook onze mening vertellen over wat wij er gewoon van vinden, zeg maar. Nou, vertel het maar. Tja, Malik Sas. Wij lezen aldoor wel op Pakistan van Inam, weet ik veel wat, dat er overal overlast wordt veroorzaakt. Ja, je hebt onder andere het Dagblad van Noorden, die maakte een melding van dat de buurs, onder andere van de Briklaan, die zijn er hartstikke zat van met de scheurende auto's, lawaai en zo allemaal. Ja. Yeah. Dus ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik... Ondertussen zie ik wel dat jullie gezellig hier bij elkaar zitten. Ja, zeker. Ja, het is ook gewoon een supergezellige groep. En ja, weet je, wij staan altijd hier. Dus ja, wat wij met de Brinklaan te maken hebben, is eigenlijk bijna niks. Dus de dingen die gemeld worden, zeg jij van, dit heeft niks met ons te maken? Nee, ik bedoel, wij zijn elke dag hier te vinden. Oké. Okay. Nou, dat begrijpelijk, om het een beetje duidelijk te maken. Zo. Wat doen jullie? Komen jullie s'avonds of zitten jullie de hele dag hier zo? Meestal komt er gewoon een groepje 's middags en 's avonds. En meestal zijn het ook gewoon dezelfde. Ja, wat wij doen, gewoon gezellig met elkaar hier zitten, praten, met auto's bezig, noem maar op. Oké. Dat is het wel. En dus jij begrijpt niet waarom jullie overlast zijn, op dat, waarom die vooral opeens naar boven komen over auto-overlast eigenlijk? Nee. Nee? Nee. Maar hoe grote groep zijn jullie eigenlijk wel? De ene keer staan er 4 auto's, de andere keer wel 14. Zo. Dat ligt eraan. Ja. We gaan even bij de buurman kijken prima, wat hij te vertellen heeft. Ja, je bent daar zelf ook in bezit van een auto, of niet? Ah, waar ik nu een warme kont van krijg. Ja. Dus, wat is jouw belevenis? Al die nieuws over de auto's die door het Borgerzol in razen, een hoop lawaai. Beleef jij dat zo? Ik ben hier niet heel veel natuurlijk. Maar het is, als ik hier ben, het is meestal hier of daar zo. Maar je merkt soms wel dat sommige personen, ja, die hebben er wel het beste gang op. Kijk, dan doen ze die drempels wel en dan remt het wel af. Maar dan heb je zoiets van, je geeft gas, je remt, je geeft gas, je remt, je geeft gas, je remt. Zo ga je alles maar door. Kijk, en dat lijkt mij meer overlast dan dat je in één keer door kan. En als je in één keer door kan, ja, gaat het wel harder. Maar... Heb je een idee dat er ook gevaarlijke situaties gecreëerd worden door de autorijders? Soms wel, soms niet. Ik merk er niet heel veel. Ik ben laatst niet heel veel meer in Borgerzol. Maar in het begin was er soms wel eens een circuit. En dat geef ik zelf door. Ik ben zelf ook wel eens gek aan het doen. Maar... Dat voor de rest, ben ik wel kalm geworden. Maar soms, je hebt nog wel eens van die gasten erbij, dan denk je zoiets van, nou... Oké, wat is de oplossing volgens jou? Om toch te zorgen dat jullie lekker chillen kunnen met de kanten? De personen pakken die het doen, dat is het belangrijkste, maar het probleem die wordt nooit gepakt. Okay. En dan zijn wij, bijvoorbeeld zoals wij nou een keer rustig rijden, dan zijn wij de dupe. En een ander niet. En dat vind ik een beetje jammer. Ondertussen gaat het regen. Nou, er was een flinke regenbui. En dus we moesten even het interview even mee stoppen. En de volgende vraag is eigenlijk eenvoudig. Want jullie groep heet het dan maar weer? De Bende van Allende. De Bende van Allende. En ik vraag, wat wil graag de Bende van Allende in Borgerzol? Wat zullen zij graag zien? Nou ja, dat weet iedereen wel. Er is de laatste tijd heel veel gezeur en gezeik en gedoe over vuilnis. Wat rondslingert of afval, overlast. En wat wij nou graag wilden, het mag heel simpel zijn, gewoon voor de gemeente toe. Drie bankjes. Daar staat één prullenbak. Het is een hele grote parkeerplaats. Waarom zet je er gewoon niet meer neer? We hebben nu wel gewoon in de groep nu onderling de regel van... jongens, neem het wel gewoon mee in je auto en neem het mee naar huis en gooi het thuis weg. Dat doen we ook. Tenminste, de laatste paar dagen dat wij hier staan, is de vrijwel geen rotzooi. Maar toch, ik ben de gemeente plaats wat meer prullenbakken. En ja, zorg ook gewoon een beetje voor dat het hier gewoon leuk kan blijven. Het chillen. Jullie staan hier om lekker te chillen. Ik zag ook net even lekker de auto oppoetsen. Even onder de motorkap even wat dingen doen en zo. Alles wordt hier gedaan zo'n beetje. Maar wat is jullie wens? Want ik heb ook begrepen dat jullie toch regelmatig gecontroleerd worden. Wij worden zeker regelmatig gecontroleerd. Ik zelfs nog laatst met een vriend van mij. We hebben nog langs de kant gezet.
Met de vraag, wat doen jullie om 11:30 s'nachts op de Bolgerswold? Alcoholtest, alles gedaan. Nou, ik kwam niks uit. Maar ja, het irriteert je op de duur wel. Oké. Okay. Zijn er nog meer mensen die het zo beleven die zeggen, nou, ik begrijp dat de politie moet controleren, maar hoe ze bezig zijn, dat vind ik niet zo prettig meer. Ik loop naar me toe, Geras. Wat vind jij daarvan? Ja, in eigenlijk dat wat Stefan zegt, het is gewoon zoals politie nou bezig is, dat is gewoon pestbeleid. Gewoon voeren om, hoe krijgen we ze weg? Maar wat is jullie wens? Kijk, je kunt natuurlijk een pestbeleid doen en misschien is dat wat de doelstelling, ik weet het niet, om te zorgen dat jullie hier weggaan. En dan ga je weer ergens anders heen. Ja, dan krijg je hetzelfde probleem weer. Ja. Dus wat is de oplossing? Gewoon zorgen dat we het zelf netjes houden, dat we geen overlast veroorzaken en dat ze gewoon ophouden met dat getreiten de hele tijd. En wat dat al dat controleren, dat al dat aanhouden en ja, wegsturen, ja. En gewoon zorgen dat ze... Wacht even, even wat spannends. Eén regel heb ik al een tijdje in mijn kop zit. Dat is altijd, de wijk hierachter die loopt al te klaar. Van, nou, dit doen ze verkeerd, hard rijden en dit en dat. Kom gewoon eens een keer langs. Ga eens kijken hoe het... Kom hier gewoon een keer kijken hoe het hier eraan toe gaat. Dat is wij zullen het niet erg vinden hoor, als het een beetje kijks is. Iedereen zegt wel dat we zo asociaal zijn en dat we met niemand willen praten. Maar dat zijn allemaal vooroordeel. Maar als mensen gewoon hier komen, dan wil ze gerust ervoor staan. Dus een buurtbarbecue of zo? Bijvoorbeeld. Ik bedoel... Wacht even, microfoon is hier. Wat wil je? Als er mensen zijn die ons niet goed kennen en ons niet vertrouwen en zo, dan... Ja, ik wil best wel wat regelen dat hier een grote tent komt te staan. Dat iedereen die zoiets zet van, die jongens, nou ja, die vertrouwen we eigenlijk niet. Dat ze gewoon gezellig komen, dat we met al die mensen om tafel kunnen. En een beetje ding bepraten en zo. Zodat we ook kunnen bewijzen dat wij niks verkeerd doen en zo. Maar begrijp jij hun zorg ook een beetje? Ja, wat voornamelijk het probleem is overlast. En... Ene kant kan ik me enigszins bij indenken, zeg maar, dat als er ergens een groepje van 30, 40 man staan, dat, ja, de een die moet net zo goed natuurlijk even stoeren doen dan de ander. Ja. Maar ooit dat wij staan hier, zeg maar, met dit groepje, zeg maar, en over het algemeen, wij zijn gewoon vrij rustig. We staan hier een beetje te kletsen met elkaar, bij auto's oppoetsen. Ik mag altijd graag met mijn auto bezig zijn onder de motorkap. Ja. Hoeveel overlast zal dat geven als je bewijzen van met een schuurpapiertje ergens overheen gaat of met een doekje over de auto? Dat is geen overlast. Klopt. Wat ik, even gewoon in het algemeen een groep, wat ik de laatste, dat is onze 7e aflevering die je gemaakt hebt. 6 Gerard. Oké, 6. De 6e, dit was de 7e. Dus, maar dat jullie echt behoefte hebben om een plek. En ik heb ook wel een idee dat jullie het Borgerswold geweldig vinden eigenlijk, om hier te zijn. Nou, ik vind het maar ergens anders, zo'n prachtig stukje natuur. Ja. Ik ben zelf ook fanatiek karpenvisser en ik mag hier altijd gewoon graag zitten. Al vang ik niet altijd wat natuurlijk, maar als ik hier gewoon überhaupt de natuur, dat is gewoon prachtig. En daarom zijn er ook altijd heel veel mensen hier zo. Dus ja, nou, ik vind het ook gewoon mooi en ja. Ja. Wij willen ook niemand tot last zijn, dus iedereen moet gewoon. Voor de wijk zijn we hier alleen gegaan, want dat is een beetje buiten. Microfoon is hier, dat hoor je niet. Nee, maar we zijn een beetje uit respect voor de mensen zijn we hier alleen gegaan. Ja, want dit is sowieso een afgelegen gebiedje, een beetje buiten de bewoonde wereld. Nou ja, Lange Bos heb je dan nog wel tussen zit, maar ja. Dan moet je er wel een hele beste stereo installatie in je auto hebben liggen. Wil je het in Lange Bos kunnen worden? Ik denk dat het algemeen wat we gedaan hebben, dat wel een beetje bekend is en wat jullie graag wilden. En ik denk dat misschien een aantal mensen toch maar eens even rustig over na moeten denken. Want iedere keer wegsturen is geen oplossing. Nee, en dat werkt voor ons ook alleen maar ja. Frustrerend. Heel erg frustrerend. En dan word je woest en dan ga je ook tegen een actie. Nou ja, als je bij de scouting al weg wordt geschot. Nou ja, bij de tuintjes zijn we dan nog niet weggeschot. Nou ja, bijna. Ja, maar door wie? Door wie word je weggestuurd? Nou ja, onder andere ook door de politie. Zeggen ze gewoon, zoals nou, wat ik net ook zei, dat ik aan de kant was gezet. Die agent die zei gewoon, als we nog één melding van je krijgen, het is geen waarschuwing meer. Je hebt toch gelijk een bon. Ja. Terwijl er niks gebeurt. Ja, terwijl er niks gebeurt. Weet je, we hebben genoeg plekken gehad overal waar worden we volgens meerdere mensen onterecht weggestuurd. Uitleg heb je ook bijna niet. Dan kan je wel een vraag, maar dan wordt er alleen gezegd van ja, jullie moeten gewoon ergens anders heen. Maar het probleem is dat wij nu deze plek hebben, zeg maar. Maar hoe lang gaat het duren voordat we hier weer worden weggestuurd? Ja.
Nou, ik denk dat vooral heel duidelijk is wat er aan de hand is. En wat we ook de laatste periode hebben laten zien. En ik hoop dat alle twee partijen een beetje tezamen komt. Want om eerlijk te wezen, wat ik de laatste weken gezien heb, ik vond het eigenlijk wel leuk tussen de jongeren. En ja, de insteek van de jongeren is misschien iets anders dan de oudjes. Hè? Zoals mij, maar ik vond het geweldig eigenlijk. Jongens, bedankt. Geen geluidsopdracht gepubliceerd. Ja, hier had hij die boodschap zijn wel belangrijk, maar wel nee.